Goedemorgen. Ik moet zo meteen gaan werken en daar heb ik heel veel zin in. Ook al kan je dat niet aflezen van mijn gezicht. Daarna ga ik heel misschien mee met Monica naar haar boeking in Rotterdam. En anders blijf ik gewoon in Amsterdam en ga ik daar visa zoeken. Visa! YOLO! Swag! En ja, verder is het fucked up, want ik werk tot 9 uur en daarna is er vrij weinig te doen. Maar ja, dat zien we wel. Weet het, YOLO for life. Ik wil niet met mijn pan op internet. Moet je je pan weghalen? Maar je staat op internet. Ah, nou is het al. Hé, je staat op internet. Ik heb 100.000 shotjes en ik deel met iedereen. Ik ben morgen vast vergeten dat ik dronken ben geweest. Ik heb 100.000 shotjes, want vanavond is het feest. Ik ben al jaren niet zo dronken meer geweest. Dit is Wahab, nerd. Wahab. Hij kwam vandaag met een hele slechte fatu. Waarom heet je geen sinaasappels? Hij is nog een tiener, toch? Geinig, toch? Eerlijk. Hij is nog een tiener, daarom vind ik het grappig. Ja, klopt, ik ben nog een tiener. Ik zie niet uit als tiener, maar ik ben nog een tiener. Ja, kan zo gaan wel. Ik kan alles, jongen. Ja, dit was niet zo. Ik was niet voorbereid, dat was ook. Zing een beetje voor me dan. Hey, ik zeg eerlijk. Het gaat niet smooth klinken, man. Doe het voor de vlog. I'm gonna do it. Ik wil lang niet uitgaan in het zingen. Jammer van je. Je kan toch niet zingen, dus kom gewoon vissen. Ja. Luister. Zij? Immer feelings. Haar temperament is cool. Net wilde ze al bijna stoelen gooien en zo. Cool voor de video. Ja, precies. Ja, maar wij nu gewoon boren. Omdat iedereen meeluistert. Je wil me nu gewoon pijn. Zijn we dan? Hoe droog doe jij? Waarom ben jij hier? Waarom ben jij hier? Beef! Volgens mij is mijn plek ook gewoon hier. Nee. Ik zit nu bij Ivan, Mr. Off-White. Ja, ik zou een mooie vriendenprijs maken voor die Mac van hem. Omdat hij die graag kwijt wilde. Ik dacht, weet je wat, ik help een vriend, weet je toch? Ik help een vriend, help ik uit de brand. Oké, ik neem die Mac voor hem. Dus ik zeg, ik kom hem halen. Eindstand kom ik hier, is die hele Mac nog vol. Gewoon, yo, Ivan, heb je hem al leeggemaakt? Ja, ik heb hem leeg. Wanneer kon je hem halen? Ja, man. Kom ik hier aan? Hé, hey, hoeveel tijd heb je? Ja, niet zo lang, man. Ik kom het alleen halen. Kijk hem zitten. Lul dat je er bent. Ja, jongens. Wat een lul. Ik heb wel. Leer in. Hier. Napoli. Boom, op de ED. Wat? Hou op. Kerel, zo werkt die shit. Welkom to my house flyer. Done. Dit is Ivan. Ja, chill! Hij praat altijd met zijn computer. Fix die shit! Ik ben die man. Ja, en dan. Wat is er? Ja, kerel. Mooi, mooi. Eerlijk. Kijk ze hier tegenkomen. Hey, maar echt. Hey. Maar echt, best wel langs. Het is koud, maar dat betekent harde tepels. Monica is superheldin aan het spelen. Kijk. Weet je, ik zou dus gewoon even nu iets gaan drinken of zo ergens. En dan wacht je maar tot hij wel een keer terug kan. Monica heeft wel een hart. Echt wel. We gaan nu in Rotterdam aan Monica supporten. Ik ga het zo meteen draaien op 3 uur. Helemaal leuk!
We lopen nu in Rotterdam. Terug naar de auto. Practice. Nee joh, je ging best wel lekker. Mag niet liegen. Voor mijn vaderland. Dus ja, we lopen nu terug. En dan gaan we weer naar Amsterdam. Dat was weer het entourage donderdagje. Vandaag zelf geen shows, helaas. Maar ik was een trouwe supporter. Eerst aan frisse gezicht. Daarna aan deze nerd. Altijd lang doet trouwens, als hij in de club komt. En als ze uit de club moet, doet ze nog langer. Ik praat altijd over je, Frits. Waarom? Ja, omdat één vind ik een lul. Frits is B. Twee, nee man. Frits is niet B. Fuck Frits. Kijk. Oh my god. Terug naar Amsterdam. Slapen. Bedankt voor het kijken. Je mag me volgen, je mag subscriben, je mag alles doen wat je wil. Je mag het ook wegklikken en mijn haat verlaten. I don't care. You, bye.